Wij gaan vandaag de Pride-vlag ophijsen. Erasmus MC zit midden in de maatschappij. We zitten vrijwel letterlijk in het centrum. En het is belangrijk vanwege onze maatschappelijke functie om ook het belang van diversiteit en inclusie uit te dragen. In dit geval van de LGBTQ community. Voor onze studenten, voor onze medewerkers, maar ook zeker voor onze patiënten en voor onze bezoekers. De taskforce D&I, diversiteit en inclusiviteit, is onlangs formeel in het leven geroepen om juist het onderwerp van diversiteit en inclusiviteit stevig op de kaart te zetten in het Erasmus MC. Dat wil niet zeggen dat er voorheen niks werd gedaan, maar nu was het moment om een keer alle koppen bij elkaar te steken en echt werk te gaan maken van D&I-beleid. Wat de taskforce uiteindelijk wil, is dat iedereen in het Erasmus MC zich welkom voelt, zich veilig voelt en een omgeving aangeboden krijgt waar hij het maximale uit kan halen wat hij in zich heeft. Dat is waar de taskforce voor staat en dat willen we eigenlijk de komende jaren gaan bewerkstelligen. Ik ben dit jaar de voorzitter van DISCO, dat is de Diversiteit en Inclusie Studentencommissie. En wij dragen als studenten ook het belang van diversiteit en inclusie uit. Zowel het leerklimaat voor de studenten, maar ook zeker het onderwijs dat divers en inclusief is. Ik zei zojuist dat in het Erasmus MC iedereen zich welkom moet voelen. En daar zie ik een duidelijk parallel met de Pride, waar ze ook uitgaan van precies hetzelfde principe. Iedereen moet zich welkom voelen en iedereen moet kunnen uiten en laten zien hoe hij zich voelt en waar hij zich prettig bij voelt. En dat is ook iets wat we in het Erasmus MC willen bewerkstelligen.